Vandaag wil ik het met jullie hebben over BFV. Waarom? Omdat er ontzettend veel onduidelijkheid heerst over wat jij als werkgever bijvoorbeeld nou verplicht bent. Of wat ben jij als BHV'er nu verplicht binnen jouw bedrijf, waar je werkzaam bent. Maar eerst wil ik even een voorbeeld pakken. Ik heb contact gehad met de klant en aan klant X vraag ik: hoe is het binnen uw bedrijf geregeld met reanimatie, EHBO-onderwijs? Hoe zijn uw mensen voorbereid op het geval van een noodsituatie? Dan wordt aangegeven, nou, ik heb 2 mensen naar de BFV-cursus gestuurd, dus daarbij heb ik voldaan aan mijn wettelijke verplichting. Oké, dan komen er in mijn hoofd 2 vragen naar boven. Misschien bij jullie nog meer en deel die vooral hieronder als jullie meer vragen hebben. Maar 2 belangrijke voor mij. 1. Heeft hij voldaan aan zijn wettelijke verplichting daarmee? En 2. Is het voldoen aan je wettelijke verplichting belangrijker dan het voldoen aan je sociaal verantwoord ondernemen verplichting? Om eerst op die eerste in te gaan. Voldoet hij daarmee aan zijn wettelijke verplichting? Dat is maar net de vraag. Want wat staat er over BFV wettelijk vastgelegd? Ik heb daarbij de bron gebruikt, het arbeidsportaal. En wat geeft die bron nou eigenlijk aan? Die geeft aan dat een bedrijf, en noem het bedrijf X, op enige vorm of wijze iets moet doen met BFV. Maar dat is afhankelijk van zijn risico-inventarisatie. Op basis daarvan komen bepaalde risico's naar boven die voor dat bedrijf gelden, dus voor bedrijf X. En die moet je proberen te minimaliseren door bijvoorbeeld een reanimatie of EHBO-cursus of brandbestrijding. En daar gaat het vaak mis. Want dan worden mensen vervolgens op een standaard cursus gestuurd waar ze binnen 4 uur... Ja, dat zijn BFV-bedrijven en dat zijn geen uitzonderingen, waar u binnen 4 uur een BFV-certificaat krijgt. En daar zit brandbestrijding, daar zit in ontruiming, daar zit in reanimatie, daar zit in EHBO. Nou, luister dames en heren, dat kun je zelfs nog niet in 1 dag doen. Waarom niet? Omdat die informatie die elke keer maar opgestapeld wordt in die la, en zie die la als het hoofd waar je mee denkt, op het moment dat je die informatie alleen maar erbij blijft stoppen, erbij blijft stoppen, erbij blijft stoppen, en na die 4 uur gaat die la dicht, want de cursus is voorbij, dan is alles wat boven de la uitsteekt, valt eraf. En die kennis is uw werknemer kwijt. Vervolgens heeft de werkgever de illusie dat hij of zij zijn personeel goed heeft opgeleid. Maar niks is minder waar, want in 72% van de gevallen blijkt gewoon dat de BHV'ers niet over de juiste handelingen, informatie of middelen beschikken op het moment dat het het doet. Bijvoorbeeld, bedrijf X heeft zijn personeel opgeleid, reanimatie binnen het bedrijf en vervolgens blijkt er geen AED aanwezig te zijn. Of bedrijf X heeft een van zijn personeelsleden heeft een grote bloeding, en dat noemen we dan een actieve bloeding, die blijft maar bloeden. En verbandtrommel, ja, hartstikke mooi, er zitten een paar pleisters in en verder kom je niet. Ja, dat zijn de dingen die realistisch zijn waar we mee te maken hebben. En dan heeft de werkgever niet voldaan aan zijn wettelijke verplichting. Waarom niet? 1 ding staat er heel duidelijk beschreven, en dat is dat het personeel een gedegen opleiding moet krijgen. En gedegen opleiding is niet een hapklare brok waar iedereen op dezelfde manier wordt opgeleid, want dan voldoe je niet aan je eigen risico-inventarisatie. Maar dat vind ik nog niet eens het belangrijke. Of iemand wel of niet aan zijn wettelijke verplichting voldaan heeft, moet eigenlijk ondergeschikt zijn ten opzichte van een stukje sociaal verantwoord ondernemen. Ik vind namelijk dat jij als werkgever de verplichting hebt om ervoor te zorgen dat de mensen de juiste kennis hebben als jij ze verantwoordelijk wil stellen voor het gedeelte BHV binnen jouw bedrijf. En dat vind ik vele malen belangrijker. En werkgevers moeten zich er bewust van zijn wat voor impact het op mensen kan maken als ze bijvoorbeeld bij meer reanimatie betrokken zijn geweest binnen hun bedrijf. Of bij een grote bloeding. Dat wordt erg onderschat. En dat is jammer, want dat kunnen we met z'n allen zoveel malen beter regelen door gewoon onze mensen goed op te leiden. Gedegen opleiding, met voldoende oefenmaterialen om te gebruiken, met voldoende ervaren instructeurs en met voldoende tijd. En het gaat niet om je wettelijke verplichting, het gaat om je morele en sociaal verantwoord ondernemerverplichting die je hebt. Het stukje goed werknemerschap wat je moet tonen richting je personeel. Dat jij
het belangrijk vindt dat je personeel goed is opgeleid. En gelukkig zijn er bedrijven die al met ons zaken doen, die het belang inzien van goed opgeleid personeel. En gelukkig worden het ook steeds meer bedrijven. Maar nog dagelijks kom ik bedrijven tegen die de instelling hebben, ja, ik voldoe aan mijn wettelijke verplichting en dat vind ik het best. Ja, dan sla je gewoon als werkgever in mijn ogen totaal de plank mis. Dat is ook waarom ik deze video met jullie wil delen. Omdat ik hoop dat we samen kunnen werken aan goed opgeleid personeel. Maar dat ook jij als BHV'er, dus als hulpverlener binnen jouw bedrijf, kunt aangeven van ja, ik vind dat mooi baas. Die opleiding die ik elk jaar krijg in dezelfde hapklare brok. Waar als ik geluk heb dat ik misschien een AED voorbij zie vliegen, maar dat ik hem niet in handen krijg, want daar is die tijd van 4 uur veel te kort voor. En dat accepteer ik niet. En ik vind dat je als werknemer en ook als BHV'er zelf ook de verplichting hebt om aan te geven dat de kennis die jou gegeven wordt en de opleiding die jouw baas jou geeft niet toereikend zijn. Wij vinden het belangrijk dat we een op maat afgestemd pakket aanbieden, waarbij wij er zorg voor dragen dat de werkgever 1. Voldoet aan zijn wettelijke verplichting en 2. Ook voldoet aan zijn morele en sociaal verantwoord ondernemerschapverplichting. En daar wil ik de nadruk op leggen. En daar wil ik ook de werkgevers op aankijken dat ze daar zorg voor gaan dragen. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan dit intro filmpje over BHV. Ik zal zorgen dat hieronder in ieder geval de link komt te staan van de websites waarop staat waar je de informatie terug kan vinden over BHV. En mochten daar dan vragen over zijn, dan kunnen jullie ons altijd bereiken via info@redimerendoejezo.nl.